Hey, welkom bij Man Cave. Leuk dat je er weer bent. Kennen we elkaar nog niet? Ik ben Marcel en dit is Nascu Barbecue. Als eerste natuurlijk de beste wensen, een gelukkig nieuwjaar en laten we hopen dat 2022 een mooier jaar gaat worden dan 2021. Al moet ik wel zeggen, we hebben wel echt een heel gaaf jaar achter de rug hier op het kanaal. Veel leuke video's gemaakt, heel veel leuke reacties van jullie gehad. Dus dank daarvoor, vind ik echt heel erg gaaf. En ik vind het leuk om inderdaad gewoon lekker deze video's te maken, de reacties van jullie te horen. En ja, gewoon zien dat mensen gewoon mijn gerechten namaken. Dat is echt heel erg gaaf. Dus nogmaals dank daarvoor. En laten we daar in 2022 gewoon lekker mee verder gaan. Om het jaar lekker te beginnen, gaan we gewoon lekker kebab maken. Mijn idee is om zeg maar een verticale spies met een lekbak eronder te maken. We gaan dadelijk eerst marineren, dus ik heb nog even de tijd om daar iets leuks voor te verzinnen. Dus ik hoop dat het lukt en anders gaan we hem gewoon plat leggen. Maar eigenlijk ja, rechtop zetten, uitje erbij, lekker procureurvlees ertussen, wat gemarineerd is. En dan lekker garen en dan wordt de buitenkant lekker, net zoals bij de shawarma tent, zeg maar, de rol die zo ronddraait. De buitenkant wordt dan lekker knapperig. Kun je stukjes vanaf snijden, op je broodje doen en dan de rest weer door laten garen. Dus dat is een beetje het idee. Dus daar wil ik mee beginnen. Dus laten we gewoon aan de slag gaan en de hoek in duiken. En wat heb je nodig voor deze kebabspies? Goed, uiteraard een mooi stukje procureur. Dit is ongeveer een kilootje procureur. Die ga ik dadelijk zo door midden snijden en vervolgens daarna zo in plakjes. Dan heb ik plakken van zo dik, dus dan krijg je een mooie formaat, zeg maar, spies. En die gaan we daarna marineren. Nou, wat gaat er in de marinade? Olijfolie, gerookte paprika, knoflookteentjes, sriracha saus, mijn pork rub en mijn steak rub. Mijn pork rub voor een klein beetje het zoetje en het cayenne pitje op het einde, zeg maar. En de steak rub voor de krachtige pepersmaak. En dan gaan we daar iets lekkers van maken. Dus ik ga eerst eens even lekker beginnen met het aansnijden van het vlees. Dan heb ik dat dadelijk in ieder geval al vast klaarstaan. Ik ga dat vast in een Ziploc zakje en dan gaan we daarna de marinade maken. En dan kan het daarna bij elkaar. En dan kan het lekker marineren. Het is nu, kwart voor 12, iets over half. En ik wil vanavond eten, dus dan kan het lekker 4-5 uurtjes marineren. En dan hebben wij vanavond heerlijk eten. Het vet laat ik trouwens gewoon lekker zitten. Zoals je kunt zien, het is een vrij mager stukje van de procureur. En ja, ik denk dat dat juist wel wat extra smaak geeft als je straks op die spies gaat afsnijden. Nou, een dikke vinger. Dan gaat dit vast de Ziploc in. En dan leg ik deze even terug in de koelkast. En dan gaan we de marinade maken. Voor de marinade gebruik ik mijn KitchenAid blender. Ja, is gewoon makkelijk, maar staafmixer of zo kan natuurlijk ook gebruikt worden. Nou, waar beginnen we mee? Ik pak gewoon twee knoflookteentjes. Hier zit nog een klein velletje omheen. Eens even kijken, even met het mes. Hoppa. En dit kan in de kom. Dan pakken we de geroosterde paprika's en dan pikken we die eruit. Ah, dat gaat mis. Twee stuks. En als je er vervolgens nog een klein beetje schutje sap erbij doet, nog extra, geeft nog extra smaak. Dan de sriracha,
Sriracha. Ja, ik zeg het goed. Dan doen we een theelepel of eetlepeltje. Dan de steekkruiden. Een royale eetlepel. En de porkkruiden. En als laatste de olijfolie. Ook een eetlepeltje, zoiets. Zo. En dan kan dit lekker op de blender, of in de blender. Of misschien de staafmixer erin of zo thuis. Nou, dat gaat altijd snel. Dus dat heb ik jullie bespaard. Dan doen we even de rand omslaan. En dan, kijk, mooi. En dan gaat dit erbij. Oh, wat ruikt dat goed. Zo. Kijk, dan heb ik hier wat op die rand zitten. En nu niet meer. Dus dat is ideaal. Even dichtmaken. Lekker een beetje door elkaar husselen. Dat die marinade gewoon overal komt. Klein beetje opmaken, de lucht eruit laten. Weer dicht. Zo. Lekker mooi uitsmeren. Even een schaal pakken, zodat mocht hij toch gaan lekken, niet je hele koelkast onderzet. En dan kan deze terug de koelkast in. En dan kan het lekker marineren. En dan zie ik jullie over een paar uurtjes weer terug. En dan ga ik even kijken of ik iets leuks kan maken met die verticale spies waar ik het er straks over had. Dus tot straks. En dan zijn we weer. Het is inmiddels alweer de volgende dag. Ik zei net, we laten 4-5 uurtjes marineren. Maar ik weet niet of jullie het al in de video, zeg maar in de stukken hiervoor al een beetje konden opvangen. Maar mijn neus zit heel erg verstopt. En ja, mijn energie was gisteren gewoon op. Ik had echt zoiets van, weet je wel, gewoon echt grieperig. Ik heb me getest, negatief gelukkig, dus allemaal niks aan de hand. Vandaag wel gewoon weer werken, maar nu begin ik ook weer, ik voel, weet je wel, spierpijn in mijn rug en alles. In ieder geval, niet zo heel lekker. Maar daarom de volgende dag, ik had gisteren echt zoiets van, ja, dag, ik blijf lekker op de bank liggen. Het is mooi geweest. Maar goed, the show must go on. Dus ondanks dat ik me niet super lekker voel, gaan we vandaag wel verder. We gaan lekker aan de gang met die, met die kebabspies. Of die, met die gyros die we gaan maken. Of hoe je het ook precies wil noemen. Ik heb gistermiddag wel nog iets leuks in elkaar geflanst. Kijk eens. Mooi schaaltje eronder. Spiesjes, rechtop staand. Als je denkt van, waar kijkt hij nou scheef? Maar kijk nou even op de camera, op het beeldscherm, dat hij mooi in beeld komt. Hé, maar hoe cool is dit? Dit had ik allemaal nog liggen thuis. Een spit dat ik ooit een keer ergens op de kop heb getikt. Heel goedkoop. Klemmetjes erbij. Ik denk niet dat ik deze ga gebruiken. Deze wel. Misschien ook trouwens niet, maar even kijken. Want ik wil eigenlijk gewoon dadelijk gewoon mooi, als de buitenkant hard en knapperig begint te worden, wil ik het mooi zo eraf kunnen snijden. En dan zitten deze dingen alleen maar in de weg.
Maar ja, mocht je een keer iets anders maken, dan is dat wel heel gaaf. Schaaltje eronder. Dat is een beetje vies, maar maken we daar nog even schoon. Een bouwtje, of een schroefje erin. Want hier zat schroefdraad in. In ieder geval, ik ben hier heel blij mee. Het heeft me niks gekost, maar wel iets leuks, zeg maar, om mee aan de slag te gaan. Maar in ieder geval, genoeg gepraat. We gaan gewoon lekker het vlees uit de koelkast halen. Ik ga even een uitje erbinnen snijden. En we gaan die spies maken. Nou, het vlees zal nu inmiddels goed gemarineerd zijn. We beginnen gewoon met een uitje hier eroverheen te doen. En dat is eigenlijk gewoon, zeg maar, die houdt het dadelijk een beetje op zijn plek. Zo. Kijk, wat ik al zei, je zou ook gewoon deze dingen kunnen gebruiken. Alleen, ja, ik wil dadelijk gewoon lekker mijn broodje, je ziet al wat ik doe, met mijn broodje eronder, met mijn mes het vlees eraf snijden als dat gaat. En ja, als ik die pinnen er heb, dan heb ik hier pinnen, gaat het gewoon niet werken. Dus we gaan het gewoon zo op deze manier doen. Dan het vlees. Even ruiken. Oh jongens, dit ruikt zo lekker. Ik heb mijn reukvermogen dus gewoon nog, dus allemaal niks aan de hand. Kijk. En dan gaan we ze opstapelen. En ik ga ze om en om leggen, zodat je, ja, wat meer, ja, zeg maar, hoe zeg je dat, aan de buitenkant oppervlakte hebt. Ja, dat is denk ik het goede. Goede woord. Kijk eens. Het ziet er wel gaaf uit, jongens. En als je doet, niet op nou, dat was de laatste. Oh, nou even de handschoentje uitdoen. Kijk. En dan doen we het uit, aftoppen, zeg maar, met het ui. Die mooi goed stevig staat. Kijk eens, jongens. Kijk eens. Oh, dat ziet er goed uit. Super. Nou, gaan we de monolith aansteken. De houtskool die ik gebruik is Marabou van Black Ranch. Mocht je meer informatie willen over houtskool, heb ik een nieuwe blogpost erover geschreven. Ik zal even een link hieronder in de beschrijving zetten. Dus dan zou je even rustig terug kunnen kijken. En daarin leg ik eigenlijk een beetje uit van, nou goed, wat, waarom houtskool in de Kamado, waarom niet, waar moet je op letten, wat zijn de eigenschappen tussen marabou, acacia en zo. Dus lijkt je dat interessant, kijk, neem eens even een kijkje, zou ik zeggen. Nou, wat ik ga doen is, we gaan nu even aansteken. We doen een indirecte opstelling, maar ik heb mijn hele systeem heb ik helemaal uitgekleed met alleen nog de indirecte stenen, maar dat zal ik je daar ook laten zien. Nu ga ik even de houtskool aansteken. De kolen beginnen lekker warm te worden. En ja, dit is de opzet die ik ga doen. Heel kaal. Maar alleen maar de indirecte steen. Voor de rest heb ik alles weggehaald van mijn monolith. Zodat ik hem indirect heb. En vooral, deze spies is eigenlijk veel te lang. Ideaal zou zijn 25, 30 centimeter, dan kom je ongeveer tot hier. Dat zou echt ideaal zijn. Dus ik moest flink naar beneden met mijn lengte om niet tegen het deksel aan te zitten. Dus ja, als je zo eentje zou hebben, 20, 25 centimeter, ja, dan kun je wel iets leuks maken. Dus dat dus. 160 graden indirect wil ik hem naartoe stoken. Dus wel lekker warmte, maar wel indirect. Dus dat kan met de monolith kan dat makkelijk. Dus dan gaan we even dichtmaken. Dus moet ik even opletten dat ik met die spies uitkom. Ja, hij zit hier in het midden. Dus dan kunnen we nu lekker laten opstoken. En terwijl die spies lekker op de barbecue staat. Even kijken. Ja, 170 graden nu, dus dat is prima. Gaan we een lekkere knoflooksaus erbij maken. Heel makkelijk, heel simpel te maken. Het gaat erin Griekse yoghurt,
mayonaise, een klein beetje olijfolie en wat provenciaals kruiden. En wat zit er nou in die provenciaals kruiden? Dat zijn rozemarijn, tijm, marjolein en basilicum. Dit is zo'n potje van de Lidl. Ja, ik vind het gewoon, we hebben die altijd standaard in de kast staan, want bij ons is het iedere donderdag shawarma dag. Dan maken we zelf kippen shawarma. En dan maken we altijd zelfgemaakte knoflooksaus erbij. Dus deze staat er standaard in. Ja, sommige mensen willen misschien verse kruiden willen doen. Doe je ding, maar voor knoflooksaus vind ik dit meer dan genoeg. Dus laten we gewoon beginnen. Gelijke delen, dus... oh ja, een knoflook, die had ik net nog niet genoemd. Maar gelijke delen. Dus we beginnen met de mayo. Zo. De yoghurt. Dan pakken we de knoflook. Tweemaal. Oh, dat is lekker als je knoflook perst. Zo. Altijd handig die dingen. En doe dit ook gewoon naar smaak, hè. Ik vind het heerlijk. Dit zijn provenciaals kruiden, maar je hebt ook van die Griekse kruidenmixen. Ja, leef je daar lekker mee uit. En als jij zoiets hebt van, goh, ik wil alleen basilicum toevoegen, of alleen maar marjolein, of hey, ik hou van de smaak van oregano, doe je die alleen erin, kan allemaal. Eerst even kijken naar een scheutje olijfolie. En dan kan deze weer de koelkast in. En dan is het wachten totdat onze spies klaar is. Nou, we zijn nu zo'n drie kwartier onderweg. En ik heb net op het einde heb ik hem vol open gegooid. Zo lekker aan het opstarten. Dan heb ik even die pita broodjes hier erboven gegooid. Lekker een beetje knapperig worden. Een beetje aanbakken. De hete lucht. Dus... Kijk eens jongens, het ziet er toch goed uit. Moet je eens kijken hoe dat eruit ziet. Even temperaturen voor de buitenste. Kijk, 65, 65, 66. Hij is goed, we gaan eraf halen en dan kunnen we in ieder geval de buitenste eraf snijden. Het kan goed zijn dat het in het midden nog niet helemaal super gaar is. Maar in ieder geval de buitenste ring kunnen we er alvast lekker afsnijden. Ik gebruik uiteraard wel een hele goede warmtehandschoen. Want anders gaat het heel erg pijn doen aan je vingers. Nou, en dan is het tijd om hem op te dienen, jongens. Kijk eens. Oh, ik vind hem er echt heel mooi uitzien. Beetje knoflook. Ja, dus even kijken hoe dit gaat. Ietsjes even vasthouden. Het gaat iets beter zo. Kijk. Oh, dit is leuk. Dat is even aan jullie laten zien. Kijk eens hoe gaaf dit eruit ziet. Huh? Tangetje erbij pakken. Ik dacht, misschien kan ik hem gewoon zo op het broodje. Oep. Maar daar is mijn creatie toch nog iets te instabiel voor.
uitjes erbij. Beetje verdelen. Een klein beetje saus erbij. Jongens. Dan zeg ik, eet smakelijk. Je moet wel van knoflook houden met deze saus. Dat als eerste, maar ondanks die knoflook proef ik heel erg goed nog de pittige smaken van de gyros. Erg geslaagd. Dat was lekker. Echt, die marinade, super lekker. Lekker pittig. Knoflooksaus, nou ja, dat zei ik net al. Die knoflook, lekker. Die is lekker aanwezig, maar toch die marinade en de pittigheid van de marinade, die komt overheen. Maar niet dat je lippen ervan pijn doen, maar gewoon lekkere lagen van smaken die gewoon heel erg goed doen in het hele gerecht, hele recept. Vond je deze video leuk? Like hem dan vooral, dan help je deze video mee in het hele YouTube-algoritme en het kanaal natuurlijk ook. En ja, vond je deze video's leuk en wil je er meer van zien? Vergeet dan natuurlijk niet om te abonneren. En druk dan ook op het belletje naast die abonneerknop. Dan krijg je een berichtje van YouTube als ik weer een nieuw video upload. Dan ben jij er als eerste bij. En wil je me door de week volgen? Om te zien wat ik aan het doen ben in mijn mancave, kun je me volgen op Instagram en Facebook. @NaskuBarbecue. En wil je mijn recepten teruglezen, de tips, tricks, mijn blog lezen, ben ik continu aan het uitbreiden. Ook met hele nuttige, interessante dingen. Zoals bijvoorbeeld over het houtskool. Maar ook mijn merchandise. Alles eigenlijk. www.naskubarbecue.nl. Daar kun je alles terugvinden. Maar voor nu, ja, heel erg zeker. Maak deze thuis ook. En tot de volgende.